Yo mensen van mijn kanaal, welkom mensen nieuw voor mijn kanaal, jongens meisjes. Vandaag heb ik het hebben over Minecraft in deze wereld, in Flankstad dan weer. Ja, zoals jullie van onder ook kunnen zien, ik heb heel erg veel hout. En ja, ik wil daar even wel het dorpje mee maken. En ja, hoe moet ik hier alweer wegraken, want ja, ik heb in totaal, weet ik veel eigenlijk, ik heb geen idee hoeveel dat ik eigenlijk alweer heb. Als de zombies zouden terugkomen, ik zou helemaal gek worden. Ja, als eerste gaan we dit huisje dan weer even repareren. Waarom sta je hier nog altijd? Wat is het? Ik snap er helemaal niks van. Oké. Ik heb wel... Oh, wacht, hier is nog een crafting table. Oké, ik vind het helemaal prima. Ik ga even zoveel mogelijk hout dan weer even maken. Toch zoveel mogelijk. En dan kunnen we alweer... wat hoor ik ineens? Ik heb geen idee. Dan kunnen we wel even dit even dan weer even repareren. Zo, en dan dit. En voilà, oké. En dan kunnen we alweer gaan beginnen met slabs alweer te gaan plaatsen. En ja, wat gaan we eigenlijk de volgende keer kunnen gaan doen? Ik heb geen idee wat we in deze wereld eigenlijk nog kunnen gaan doen. Voor deze survival. Daar heb ik helaas geen idee nog niet van. Oh, jezus, katje, ik zou weggaan. Katje, kan je even weggaan of moet ik je doden of zo? Ik heb geen idee, maar kan je dan even hier in dat gat of zo springen? Ik heb geen idee dat eigenlijk een goed idee of zo is. Maar ik ga dit gat nu even ook laten. Ik heb geen idee hoe dat ik die kat hier moet wegkrijgen. Waarom kan ik hier nog altijd niet weg? Wat is dit? Maar ik nu letterlijk gaan springen of wat is dit? Oké, ik moet letterlijk dit even eerst gaan weghakken. Dus dit gaat wel nog een tijdje nog wel duren. Oké, dan moet ik even wel zo even naar boven even komen. Zo. En dan moet ik even dit even weghakken. Want de vorige keer, ik heb letterlijk 2-3 pickaxe letterlijk laten kapot gaan. Dat vond ik niet zo heel erg fijn. Maar we moeten dit allemaal even wel gemaakt kunnen hebben. Dus we gaan dit... Nee, kom op. Ik moet even... Want ik heb letterlijk 2 pickaxen al laten kapot gaan. Het is wel nog een klein probleempje, maar... Ik weet nog niet eens hoe te beginnen eigenlijk aan dit huis. Ik ga even heel het dorp even gaan repareren. Als het zo ver wil gaat. Dus ik moet even wel nog... Een paar keer slabs even maken. En dan kan ik heel misschien in dit huisje terug ook gaan wonen. Ik kan niks beloven dat ik in dit huisje terug kan gaan wonen. Maar ik denk het eerlijk gezegd dat ik het niet kan gaan doen, helaas. Helaas kan ik het dan nog altijd niet. Maar ja, we zullen het wel zien. We zullen het wel zien. Oh, waarom spring ik ineens in dit gat? Ik moet hieruit geraken. Oké, we moeten zelfs ook nog naar een berg ook nog even gaan. En dan, ja. Ja, wat moet ik eigenlijk dan eigenlijk gaan doen? Ik heb geen idee. Misschien dit hout even wel zo even gaan gebruiken. Oké. Pardon. Amai. Dat is van die limonade dat ik zoveel boordjes over weer laat. Oké. We zijn bijna helemaal alweer klaar, toch tenminste op dit stukje na. Oké, laten we het gewoon even zo aflaten. Maar jongens, wat zit er eigenlijk in deze chest? Ik ga dat nog een heel tijdje nog wel bewaren, tot op de laatste dag. Ja, dit huisje is nog niet officieel nog niet klaar, behalve nog dit raampje moet er nog wel in. En ik moet hier nog wel beddetjes en alles ook inzetten. Of bedden. Oh, wacht, ik heb hier nog een paar dingetjes. Oké, ik vind het helemaal prima. Ik ga dit even erin even zetten. Ik heb dat namelijk nog met mijn vorige vriend nog even wel gedaan. Hoe lang is hij al dood? Ik denk zo al een twintigdal. Nee, dat kan nog niet eens. Ik heb geen idee hoe lang dat hij eigenlijk al dood is. Ik heb helaas er geen idee nog niets van. Dit moeten we helaas opvullen met... Ja, helaas moeten we dit wel even opvullen met dit hier. En ja, dit kan ik alleen nog maar zo snel leren gaan doen. Helaas moet ik het op deze manier wel even gedaan hebben. Dus we gaan dit weer even zo snel weer even gedaan hebben. Oké, dan kan ik alweer even dit... Nee, kom op. Ja, maakt niet veel uit. Het staat ongeveer wel helemaal alweer top. Het staat bijna helemaal top. We gaan dat even zo snel weer hebben. Hebben we... Of wat? Ik snap er helemaal niks meer van. Oké, dan gaan we hier even alweer... Oké, is het nu altijd wel veilig? Ik ga even kijken. Het is nu altijd veilig, anders kwamen ze uit die berg in er. En ja, nu is dat normaal gezien nog altijd niet zo meer. Oké, ik vind het helemaal prima, maar de volgende keer moet ik wel even glas of zo gaan maken. En ja, hier moet ik even nog wel dit even erin gaan plaatsen, want ik heb op dit moment niet zo'n heel erg goed huis op dit moment. Dat moet ik wel even gaan repareren de volgende keer. Hoe moet ik dat hierin eens gaan doen? Ik heb geen idee. Maar het laatste huisje is... Oh, wacht. Het voorlaatste, want daar is ook nog een huisje ook nog kapot. Oké. Ja. Maar dan moet ik alweer ook een ding ook alweer even gaan maken. Oké, en hoe moet ik dit hier even gaan doen? Ik zou even zo even alweer even gaan doen. Dus zo. En dan... Nee, kom op. Wat is dit? Waarom val ik ineens? Wat is het? Oké. Ga ik ineens dit even ook ineens even gaan doen. En dan moet ik even
dit zo, 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 en dan zo. Oh, wacht, nu bedenk ik me pas. Ik zit een paar blokjes hoger dan ik had zelf al gedacht. Oké, dat is minder. Maar ja, dit huisje is ook alweer helemaal alweer klaar. We moeten dit stuk even... Oh, wacht, nog niet helemaal klaar. Ik had het te vroeg ingeschat, dus ik moet even nog wel zo even gaan doen. En dan moet ik heel dit stuk nog wel even zo even weer even gaan maken. Kaarsje, jij mag ondertussen wel even weg. En dat kan ik wel even zo even wel laten. Zo, en dan ben ik al bijna helemaal alweer klaar met dit huisje. Ah ja, nog niet helemaal, maar jullie snappen het ondertussen wel. Ik ga het tijdelijk even zo even weer even laten, dit huisje hier. Dus, ja. Oké, dit was een heel korte video alweer, maar ik ga het wel even zo even wel even laten. Zo, en dan kan ik hier alweer twee deurtjes alweer even in gaan steken. Maar ja, mijn kat zit voor de deur, dus ja, ik ga hier even nog heel snel dit even weer even gaan doen. Ik zie je zo weer terug als ik even mijn kat heb terug even binnen heb gelaten. Dus tot zo. Tot zo. Oké, ik ben alweer terug en ja, de helft van dit hebben jullie waarschijnlijk nog eens verstaan. Ja, ik ga dit alweer een beetje gaan opvullen. Alleen ik heb dat bed hier wel even nodig. Dit kan ik ook wel even gaan gebruiken. Zo, en dan hier zo. En dan kan ik hier alweer even pootjes alweer gaan zetten. Dankjewel. Oké, en dan kan ik hier alweer een heel nieuwe winkel alweer even gaan bouwen. Want dit is niet zo heel erg goed nieuws dat hier niks alweer in zit. Ja, ja. Oké, het zwaard ga ik zo even wel bij mij nog wel houden. En dit kan... Oh, wat doe ik ineens? Ik heb geen idee. Zo en zo en... Waarom doe ik dat nog altijd niet? Wat is het? Oké. Even zien dat de zombies er nog wel altijd zijn. Doe dit trouwens niet na. Doe dit trouwens niet na. Oké. Oké, er is nog altijd niemand. Dat is helemaal top. Nu moet ik alleen nog wel gras en alles gaan halen. Dus ja, dat ga ik heel erg snel even gaan doen. Oké, jongens, meisjes, we zijn alweer helemaal weer klaar met al het gras alweer te gaan halen. Of toch, tenminste, hebben we 53 blokjes alweer kunnen hakken. Ja, dat is helemaal top. Wanneer gaat trouwens hier alles alweer... Ja, alleen één boom is trouwens alweer gegroeid trouwens. Maar wanneer gaat het eigenlijk nacht alweer worden? Want dat vraagt me eigen echt hard af. Hier is alweer een vijver, dat vind ik helemaal prima. Want nu moet ik even alles gaan opvullen. En ja, hoe ga ik dat hier eigenlijk wel gaan doen? Ik denk op het begin zo. En ja, ik kan niet al te veel gras alweer even ook niet gaan verspillen. Of hopelijk toch. Dus we gaan dat even zo even alweer even gaan doen. En zelfs gaan we heel misschien terug even gaan bijhalen. Maar ja, hoe moet ik dat even ook alweer gaan doen? Dit kan ondertussen wel even ook wel weg zelfs. Oké, ja, die gaten dat we eigenlijk hebben gevonden de vorige keer... Als we die hebben al gevonden, want ik zag er daar juist nog eentje. Voor het opname zag ik er trouwens nog eentje. Dus we hebben hier nog een gat. En hoe moet ik dat hier eigenlijk gaan opvullen? Ik heb geen idee hoe dat we eigenlijk dan moeten gaan opvullen. Maar helemaal, dit is helemaal al perfect. Maar dan kan ik dit even weer even... Ja, hoe moet ik dat eigenlijk uitleggen? Ik heb geen idee. We gaan alle gaten trouwens ook hier even... Wow, wat de hel, dat echt op iets al helemaal anders. Oké, dat ga ik nog niet zeggen. Hier ga ik een berg over plaatsen, want anders weet ik het eigenlijk al niet meer waar dat ik heb gezeten. Dus we gaan hier en dan dit. Oké, deze is al bijna helemaal alweer klaar. Oh, waarom zit er een kip ineens in? Ik heb geen idee. Ik heb helaas geen idee. Blijf je daar maar even in zitten, kipje. Want ik hou niet echt van kipjes in deze Minecraft. Oké, of toch kom er maar even uit. Kom er maar even uit. Of toch niet, kom er wat uit. Of was ik nu... Oh, je hebt een eitje gelegd, dankjewel. Oké, dat ga ik wel even pakken. Zo, en wanneer kom je eruit? Oké, dankjewel dat je eindelijk eruit bent. Oké. Ja, dit hier is helemaal alweer klaar. Dan moet ik even wel gaan kijken dat er in het dorpje nog wel helemaal andere soort dingen nog wel zijn. Als bijvoorbeeld zo'n gaten, maar daar moet ik heel erg veel gras voor hebben. Dus ik ga dat in deze survival, alleen in deze wereld, ook niet echt gaan doen. Dus waarom kan ik nog altijd niet harder lopen? Ik heb geen idee. Hoe moet ik dit dan weer even gaan doen? Ik heb geen idee. Ik ga even dit huisje anders even wel even gaan repareren. Dus zo. En dan hier zat sowieso een raampje hier. En ik heb geen blokjes meer.
Oké, ik ga wel even nog een paar blokjes wel even gaan craften. Zo, en dan hier, en dan... Zo, oké. Dit gaat nog niet helemaal... Wat de hel? Wat is hier nu weer gebeurd? Hier kan ik trouwens nog een deurtje, of tenminste ook een raampje, of niet gaan maken. Oké, ik heb letterlijk 3 pikjes, of 2 is de, ik heb geen idee hoeveel dingen dat werken, heb ik kapot al gedaan. Zo, en dan... Oh mijn god, dit is heel erg vervelend. Die gaten zijn echt heel erg vervelend. Oké, dit ga ik even als een deurtje even maken. Zo, en de rest ga ik even zo even weer even gaan doen. Zo. Maar waarom werkt dat niet? Wat is dit? Dit begint echt een heel irritante survival alweer te worden. Dus ik denk dat ik na deze aflevering alweer ga stoppen met deze survival. Maar ik denk nog wel dat er hierna nog wel 2 survivals over dit eiland willen gaan komen. Dus ja, oh, maar echt waar joh, wat is dit? Oké, ik ga even dit even alweer even op gaan pakken. Zo, en dan voilà. Oké, dit was alweer de video weer voor vandaag. Als jullie hebben genoten van deze video, drop dan even een like en abonneer op het kanaal. En natuurlijk ook zo verder. En dan zou ik allemaal zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer alweer. En de volgende keer gaan we trouwens dit ook even weghalen. Dus, doei.